mijn rode auto is zien. Dat is dus wel de snelste van allemaal. Ja, weet je wat ik vandaag gedaan heb? Zo leuk. Ik zat zo te zien. Het is alleen maar als je niet goed kan sturen. Toch zeker. En ik kan toevallig heel goed sturen. Ja, nee, maar ik wil ook goed toevallig. Ja, nou hoor. Niemand wil naar mijn rode auto. Jongens. Stil nou even. Zwijg nou. Ik heb een idee, luister eens even. Nee, nee. Als iedereen om de beurt vertelt wat hij vertellen heeft, dan kan ik jullie misschien verstaan, ja? Nou, dat vooruit. Is logisch. Wie eerst? Ik. Nou, moet je luisteren zien. Vanmorgen, hè, heb ik geswommen met Elwan samen. En weet je wat? Ik durf al helemaal met mijn hoofd onder water. Oh, nou, dat is heel knap van je, Imi. Tommy, vertel dan maar. Ja, nou, Sien. Vanmiddag heb ik met al mijn autootjes gespeeld. Samen met Elwan. Ja, dat was leuk. En ik had de rode auto. Dat is de snelste van allemaal. Behalve natuurlijk als die een lekke band krijgt. Maar dat krijgt hij eigenlijk nooit. Want ik heb dus hele goede banden bij mijn rode auto. Nou, en dat is heel leuk. Heel leuk, Tommy. Goed zo. Stop nou. Elwan is aan de beurt. Nou goed, luister dan. Vanmorgen heb ik met Inimini. dat weet je al, dat heeft je zelf verteld. Nou, vanmiddag dan. Ja. Vanmiddag heb ik samen met Tommy. dat weet je ook al. Ja. Nou, ik ben klaar. Nou. Goed zo. Willen jullie misschien weten wat ik gedaan heb vanmiddag? Nou. Wel, vanmiddag ben ik eerst naar de bibliotheek geweest. En dan, dan heb ik eten gekookt natuurlijk. Ja, soep en zo. Nou zeg, ik ben dol op tomatensoep. Ja, en dan, weet je, ik heb nog nooit zulke lekkere soep gegeten. Ik wel. Dan heb ik aardappelen geschild. Gisteren bijvoorbeeld. Oh, wow, gisteren. Gisteren. Een vis in de slaapkamer. In de slaapkamer? Ja, de slaapkamer. Een vis in de badkamer. In de badkamer? Ja, de badkamer. Een vis in de keuken. In de keuken? Ja, de keuken. Een vis in de eetkamer. In de eetkamer? Ja, de eetkamer. Is dit zijn huis? Ja, dat is zijn huis. Hallo lui, hier is Kermit de Kikker. En vandaag zou ik iets willen zeggen over het begin, het midden en het einde. Hier hebben wij bijvoorbeeld een boek. Een boek. Hallo, Koeken. Zeg, wat doe je hier? We praten over het begin, het midden en het einde. Oh, wat is dit? Dat is een boek. Oh. Nou, dit boek heeft als elk ander boek een begin, een midden en een eind. Aha. Wat is het begin? Het begin is het allereerste gedeelte van een boek. Als je het boek wilt openmaken, kunnen we dat laten zien. Oh, ja. Ja, wat je daar hebt, dat is het begin van het boek. Wat ik hier heb, is het begin van het boek. En het volgende deel noemen wij het midden van het boek. Dit is het midden? Ja, dat is zowat het midden van het boek. Oh, maar wat is dit dan hier? Wel, dat is het laatste deel van het boek. Dat noemen we het eind. Noemen wij het eind van het boek? Het einde, ja. Wauw. Het is toch wat? Iedere dag leer ik iets nieuws. Ja, en vandaag hebben we iets geleerd over het begin, het midden en het einde. Ja, waarover gaat dit boek? Dit is een kookboek. Kookboek. Dat betekent dat dit een boek is dat je leert hoe je allerlei dingen moet koken. Zeg eens, wacht eens even. Wat kook je in het begin van dit boek? Nou, in het begin staat hoe je soep moet koken en dat soort dingen, weet je. Ah, soep. Goed, goed. En nu komt hier het midden. Wat leer je in het midden van dit boek? Nou, in het midden leer je hoe je vlees klein moet maken en groenten en aardappelen en sla en dat soort dingen. Dat is ook goed. Mm-hmm. Goed voor je. Maar wat leer je nu koken aan het einde van dit boek?
dessert. Dessert? Ja. Zijn dat dan ook koekjes? Nou, koekjes? Ja. Ha, ha. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Cowabunga! Mijn Cookie Monster! Eet het boek niet! Nou, dit lijkt mij het einde van het boek. Zo, zou het genoeg zijn? Oké, zet erin. Ja. Wie durft mij te helpen met het vuur aansteken? Ik niet. Nee, jij? Ik wel. Probeer eens. Ik help je. Kijk of je het goed doet. Van je af. En probeer het eens die andere kant op. Kijk, dus als je van je af doet, zo, die kant af. Zo, zie je? Anders komen de vonken misschien tegen je aan. Nou, hij heeft er geen zin in vandaag, zeg. Nou, zal ik eens proberen? Oh, je moet het een beetje harder doen, gewoon. Nou, hou vast. Dan doen we het gas aan. Hier, dat is deze, hè. Huppakee, hou hem er maar bij. Huppakee. Blazen. Zie je, als je het voorzichtig doet, valt het wel mee, hè? Hier, Angelo, daar moet het in. Doe het gauw erin. Waarin? Ja, in het pannetje hier. In het pan? Ja. Ja, nog een beetje. Doe er nog maar een beetje in. Zo. Beetje, nou, dat kan gebeuren, jongens. Heel veel. Nou, dan ruimen we het straks op. Nou, kijk maar. Moet je kijken of hij aan de onderkant er goed is. Kijk maar erin. Nee. Kijk, ik zal het even ervoor doen. Kijk, zo. Kan je kijken. En die kan goed? Ja, gaat lekker. Ga hem even omkeren. Zo. Ik krijg er honger van. Nou, deze gaat heel goed, jongens. Die zetten we op een laag vuurtje en we gaan hier weer opnieuw beginnen. Dan moeten we weer boter in de pan. Maar je bent er wel mee bezig, zeg. Zo, voor wie was deze pannenkoek? Laurens. Voor Laurens. Laurens? Die. Kijk eens hier. Ga hier lekker staan. Gaan we even kijken of jij hem lekker vindt. Kom lekker hier staan. Gaan we daar lekker eten. Wat wil je op je pannenkoek? Stroop of banaan? Stroop. Stroop? Nou, kijk eens hier. Alsjeblieft. Nou, dat is weer een lekkere pannenkoek. En voor wie was deze? Vanavond kook ik voor 9 man. Ik steek nu net de kaarsen aan. Die volle pan, dat wordt een lege pan. Vanavond kook ik voor 9 man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vorken liggen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 messen aan de andere kant. Servetten 9 ook, ik raak niet van de kook. En vlees met 9, soep komen 9, straks zit ik nog een plaat verlegen. Oeh, daar gaat de bel, als toetje heb ik taart. Ze hebben vast honger als een paard. Oeh. Dit eten ruikt goed. Zo goed heb ik nog nooit gekookt. Boerenkool met worst. En vlees. Met vers brood. Die jongens zullen van smullen. Oh, wat verheug ik me erop. Kom maar eten! Nu gaat het gebeuren. Ik kom er alleen. Hallo, Zebedeus. Hallo, Grover. Hoe gaat het? Heel goed. Heb je het trek? Ben ik soms de eerste?
Ja, de eerste. Goed, ik trek eerst mijn hele mooie, snelle, rode sneeuwschoenen uit. Nou, ga je gang. Oké. Ah. Oh! Oh! We hebben honger. Ja, we hebben buitengewoon veel honger. Ah, dat ziet er heerlijk uit. Waar is het, jongens? Ja, nou, dat smaken ze. Ja, dat is genoeg voor iedereen. Bon. Nou, dat is heerlijk. Ja, ja, dat gaat er wel in. Wat voor mij? Ik trek alleen mijn schoenen uit. Deze is lekker, Rico. Jawel. Ja, laat het maar lekker smaken, jongens. Oké, ik heb er één uit. Ik heb er één uit. Bewaar dat voor. Wil je? Oké, bewaar wat op. Hier is de motor, hoor. Ik heb ook nog. Jongens, wacht even. Ik ben zo klaar, maar mijn veter zit in de knoop. Goed, ik ben klaar. Ik kom al. Kom er zo aan. Het duurt niet lang, hoor. Maar ik heb die ene schoen, die moet eruit. Oh, kijk. Oké, jongens. Ik kom. Het doet me goed jullie zo te zien eten. Een heerlijke maaltijd. Ja, ik kom. Ik ben zo klaar, maar... Ja, daar kom ik! Ja! Zie jullie morgen weer, jongens! Dag! Zo. Dat is een stevige deur. Gilbert, er is nog één bord over, jongen. Oh, dat geeft niet. Goed nou. Hey, beer, luister eens. Dat is voor mij. Meneer, pardon. Kan ik niet... Bedankt, hoor. Dit is echt niet zo leuk meer, hoor. Ik heb enorme honger. Een houthakker moet ook eten. Ik ga nu eten. Het spijt me vreselijk, Grover, maar dit is het laatste. Was dat het laatste? Ja. Na al die, met die deur en die beer, hè? Ja. Ja, daar ben ik nu. Het eerst voor het ontbijt. Eén. Twee. Drie. Vier. Drie. Twee. Eén. Weet je wat ook leuk is voor een keer? Nee. Dan ga ik niet voorlezen, maar dan verzin ik gewoon zelf een verhaal. Oh. Leuk? Bijvoorbeeld, ik weet wel iets leuks. Er waren twee kabouters. Ja? Je bent eigenlijk niet zo goed in het vertellen van verhaaltjes. Lees er maar één voor. Oh. Ja, sorry. Nou, dan niet. Doe ik het wel een keer voor Pino van die kabouters? Ja. Of voor Tommy bedoel ik, als jij niet wil luisteren. Mm-hmm. Nou, helemaal van mijn apropoosje, zo flauw. Goed, dan luister. Een olifantje. Er staat een bordje op de tafel klaar. En op dat bordje liggen 7 spruitjes, een stukje vlees en wat gebakken uitjes. En olifantje vindt dat heel erg naar. Hij schuift het stukje vlees wat heen en weer. Hij rolt wat in de rondte met een spruitje. Hij prikt een tikje knorrig in een uitje. En legt daarna zijn vorkje zuchtend neer. Hij staat een beetje droevig naar zijn bord. Er ligt echt niets wat hij zou willen eten. Gelukkig heeft hij 's ochtends goed ontbeten. Zodat hij echt niet gek van honger wordt. Zijn vader, die zit naast hem en zucht mee. En kijkt ook wat verdrietig in de schalen. Hij zegt, zal ik dan maar patat gaan halen? En dat vindt iedereen een goed idee. Ja, patat, lekker. Mooi, hè?